leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo. Oh, ik heb zoveel zin in vandaag. Dit wordt echt mijn dag. Hé, hey, Ko! Ah, Roodkapje, goedemorgen. Goedemorgen. Roodkapje? Ja? Ik heb een vraagje. Leuk. Zie jij iets aan mij? Zie ik iets aan jou? Ja. Je hebt je baard geknipt. Nee. Nee? Nee. Je hebt je baard gekruld? Nee. Baard geverfd? Nee, er is echt niks met mijn baard hoor. Nou ja, dan zie ik het denk ik niet. Moet dat dan? Nou ja, het is vandaag wel... Ja, weet je, laat ook maar. Oh, maar ik had nog wel een vraagje voor jou. Zou je misschien eventjes naar buiten willen komen? Oh, ja, tuurlijk. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Oh, pa, 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 pa. Nou, de deur van oma. Huh? Ja, de verf die gaat eraf. Oh. Dat is niet goed toch, Ko? Ko? Nee. Nee. Nee, dat is niet goed. Nou ja, kom straks wel even langs, hè. Dan schuur ik het op en dan geef ik het een likje verder. Echt? Oh, wat fijn. Ga ik zeggen dat je eraan komt. Dag, Ko. Ja, maar dat kan. Ja. Ja. Ja, dag. Nou ja, ze ziet het niet. Volgens mij weet ze het ook helemaal niet. En weten jullie wat voor bijzondere dag het is vandaag? Nou, zeg het maar. Het is interactief. Wat zeg je? Ik ben jarig, ja. Zeker. Hyper de Piep. Ja, nou, ik ben echt enthousiast. Hyper de Piep. Oh, zo leuk. Hey wereld, ik ben jarig. Zoiets is toch ook wat waard. Ik zou zo graag je slingers willen. Een cadeautje of een kaart. Of een kaars om uit te blazen. Op een hele grote taart. Vergeet je dat ik jarig ben? Ja, koop gewoon eens een agenda. Dat je deze dag daar groot in zet. Vergeet je dat ik jarig ben? Er is zoiets als een kalender. Die hang je net als ik op een toilet. Goedemorgen, Koop. Ah, prinses Assepoester. Oh, goedemorgen. Koop, ik had een vraagje. Oh, mag ik u misschien eerst wat vragen? Nou ja, gaat u gang. Ziet u iets aan mij? Zie ik iets aan jou? Ja. Nou ja, laat me even kijken. Je hebt een nieuwe muts. Nee. Nee? Nee. Het is gewoon een andere muts. Nee. Niet? Nee. Oh, natuurlijk. Je hebt je muts eindelijk een keer gewassen, hè? Nee. Er is helemaal niks met mijn muts. Oh. Mijn muts is zeg maar gewoon... mijn muts. Ach, ja, nee, dat zie ik niet in. Oh. Maar ik had nog wel een vraagje voor jou, voor ik het vergeet. Oké. Okay. Ja, onze ophaalbrug van het kasteel, die piept en kraakt weer zo enorm. Hé, alweer? Ja, alweer. Elke keer als dat ding ophalen, is het... Dat is hem laten zakken, is het... Oh! Oh, verschrikkelijk. Ja, we houden het hele bos nachts wakker. Gênant. Nee, dat is niet goed. Nee. Nou, kom straks even langs. Dan smeer ik de ketting even goed. Zullen we dit doen? Ja. Fantastisch. Oh. Alle aardigste van je koop. Wacht, wat een heerlijke dag. Maar als ze moesten... Hé wereld, ik ben jarig. En ik heb altijd geleerd. Dat je wie iets te vieren heeft. Op zijn minst feliciteert. Oh, gek je Benjamin. Oh, goedemorgen. Oké, ik ga het gewoon nog één keertje proberen. En gek je Benjamin. Ik heb een vraagje. Nee. Zie jij iets aan mij? Vandaag? Zie ik iets aan jou? Vandaag. Vandaag. Vooral vandaag. Vooral vandaag. 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 Je baard. Nee. Nee? Bam, 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 bam. Heb je een nieuwe muts? Nee, er is niks met mijn baard en ook niet met mijn muts. Dan wel zie ik het niet, sorry. Nou, hyper de Piep. Wat? Ik ben toch niet jarig, Suffert? Oh. Nou, laat jou maar zitten. Ja. Had jij zeker ook nog een vraag? Ja, daarvoor was ik hier. Oh. Wij hebben een huis. Ja, met weet. Een deur. Ja. En een slot. Ja. Is kapot. Ja, een wolf die sluipt rond. Straks komt hij binnen, begint en leidt weer vervolgens aan. Mag ik weer in die klok hebben? Nou, ik heb nog wel ergens een slot liggen. Ik kom straks wel even langs. Goed. Dat is wel fijn, dank je. Zeg, Ko.
jij? Het gaat geweldig. Nou, dag hoor. Mijn sprookjesbos bewoner te zien. Het is een eenjarig. Hoera, hoera. Nou, ik ga gewoon lekker de hele dag in mijn bed liggen. Hoe meer ik slaap, hoe sneller deze stomme dag voorbij is. Ik dacht dat ik vrienden had. Wat zong hij nou? Is hij wat? Nee, hij is niet. Coco is niet jarig, joh. Nee, wat? Wel? Is Co jarig? Vandaag? Ben ik dat... vergeten? Nee, ik ben Co zijn verjaardag vergeten. En ik heb ook niet eens een cadeau. Geen cadeau voor Co. Co cadeau. Kom ik nou zo snel, dan ga ik cadeau... wacht eens even. Langnek. Stil. Ik heb een idee. Ja, Langnek heeft een goede ideetjes voor cadeautjes. Ja? Ja, zullen we die erbij roepen dan? Als je zo leuk meedoet, roep je dan ook mee. Ja, oh, is fijn. Tel ik tot drie. 1, 2, 3. Langnek! Nee, hij komt niet. Volgens mij, u doet helemaal niet mee. U zit daar lekker veilig achter de camera, denkt u. Denk het niet, meneer. Lipjes niet op elkaar houden, hè? Gaat u meedoen? Zal ik doen? Hij zal het doen. Goed, hè? Gaan we het nog een keertje doen, speciaal voor de camera, meneer. Hi. Waar komt dit? Op YouTube. Op YouTube, super. Goed, gaan we tellen. 1, 2, 3. Ho, 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 ho. Ja, ja, ik ben er al, ik ben er al. Gertje Benjamin, waarmee kan ik jou helpen? Nou, we zijn de verjaardag van Co vergeten. Oeh, wat erg. En nou is hij heel verdrietig. Oh, wat erg. En we hebben geen cadeau. Oeh, wat erg. Ja, weet jij iets? Eens even denken, een cadeau voor Co. Ja. Nou ja, Co staat wel altijd voor ons klaar. Ja. Hij doet altijd ons klusjes. Ja. Een plintenladder. Heeft hij al. Schroeven? Heeft hij al. Spijkers? Heeft hij al. Bouten? Heeft hij al. Boeren? Heeft hij al. Werkplank? Heeft hij al. Werkbank? Heeft hij al. Zaag? Heeft hij al. Boor? Heeft hij al. Boormachine? Heeft hij al. Zaagmachine? Hij heeft al het gereedschap al. Ja, voor ons plusjes. Ja, precies. Nou, wacht. Ja. Ik kijk wel even. Ja. Ja, misschien kom ik dan op een ideetje. Ho, kijk nou. Wat? Zijn luikje hangt op 6:30. Wat? Ach, en zijn naambordje is helemaal niet meer te lezen. Nee. Ah, geen bloemetje en wel spinnenwebben voor het raam. Ja, maar daar heeft hij dus nooit tijd voor, Langnek. Oh. Want hij doet altijd onze klusjes. Ja, precies. Denk bij reparaties niet te snel. Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Ik heb geen zin. Heb je geen zin? Dat doet Kokabouter wel. Kokabouter die springt altijd bij voor zijn eigen werk. Hij is niet hem altijd klussen en hij kent geen stop. Maar zijn werk schiet ondertussen voor geen meter op. Nee. Hij wil zijn paddenstoel verbouwen, maar in ieder ziet. Van zijn paddenstoel verbouwen komt het steeds maar niet. Precies. Co staat altijd voor ons klaar. Ja. Nu gaan wij doen waar hij maar steeds niet aan toe komt. Oh, klussen. Dat is echt het perfecte cadeau. We gaan zijn luikje recht hangen. Zijn naambordje schilderen. Slingers. Op bloemen voor zijn raam. Ik wil slingers. De oude spinnenwebben moeten weg. Ik wil slingers. En we gaan de slingers ophangen. Slingers? Ja. Maar één probleempje. Oh. Co is binnen. En die mag toch niet horen dat we met een verrassing bezig zijn. Je moet zachtjes doen. Ach, wel nee, dat hoeft helemaal niet. Dit hoort hier eens. Ach, Co, die slaapt al lang. En die snurkt zo erg, die hoort helemaal niks van buiten. Oh. Oh, we moeten nog een taart hebben. Oeh, en limonade.
Oeh, dan moet nog heel veel geregeld worden. Oeh, ik zorg dat iedereen komt. Begin jij vast met klussen. Leuk! Wat zei je nou? Wat? Klussen. Ik ben toch geen klusgeit? Heeft iemand van jullie dan een papa of mama die wel goed kan klussen? Vinger in de lucht en wijs hem of haar maar even aan. Wie dan? Wie kan er goed klussen? Wie is dat? Die daar in het wit? Eentje in het oranje of rood, wat is het? Ze hangt er een beetje tussen, hè? Kun je het goed klussen? De basis, hè? Is dat de baas? Jij bent de baas thuis? Fijn. En je denkt nooit, help mijn papa is klussen? Of denkt hij ook nooit, help mijn papa? Hé, wat hoor ik nou? Is Ko jarig? En moet er geklust worden? Ja. Nou, Draak is hier. Met hamer. Nou, wat fijn. Laat me even zitten. Ik zoek iemand die goed is met een hamer. Oh, je zoekt iemand die goed is met een hamer? Ja. Nou, dat ben ik er niet hoor. Nee, ik zoek iemand die goed is, want het luikje moet er gaan. Ja, jij zoekt iemand die goed is en ik ben niet goed met een hamer. Ben je goed met een hamer dan? Geitje Benjamin. Wacht even hoor. Ik ben niet goed met een hamer. Dat zeg je de hele tijd. Maar... ik ben... waanzinnig met een hamer. Dat meen je niet. Blijf maar zitten. Ja, precies. Ja, dan is het tijd voor een verbouwing. Zo. Op de coda in een rust. Hij slaapt. Die? Ja. Kan er met wat hulp van jou niet aan de pannenstoel worden gekleurd. Ik ben dus handig met een hamer. Nou, je ziet. En als een heuse timmerman is er echt niets in het sprookjesbos wat ik niet maken kan. Het gaat niet bij toverslag. Het moet klaar zijn in één dag, hè? Ja, dus stropen we de mouwen op en gaan we aan de slag. Oké, als wij zingen, je timmert met een hamer, dan doen jullie bam, bam, bam. Ja, even oefenen. Je timmert met een hamer. Nee, je moet niet klaar. Met een hamer. Zaag gaat zo, zaag, zaag, zaag. Komt ie, je timmert met de hamer. Je zaagt maar met de zaag. Dan hoor je veel je klokje. Als je klaar bent, pas dan stop je het zo goed wat je wil bouwen af vandaag. Je timmert met de hamer. Heel goed, je zaagt maar met de zaag. Ons werk kan nooit een snap zijn en het kan veel sneller af zijn met het zingen van het zelfverzonnen lied. Klap er mee, la la la. La 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 la. Zo. Nou. Koos ook aan het zagen, denk ik. Ja, die kan er ook van. Ja. Nou, weet wie we moeten bellen als we dat nodig hebben? Zeg, hoe ben jij met verf? Met verf? Ja. Met de kwast bedoel je? Zie. Nou, daar moet je mij niet voor hebben. Nee? Nee, vraag Langnek maar. Die is Pietje precies. Wie? Pietje, hè? Nee, Langnek. Ja, Langnek. Doe hem de groetjes. Ja, ik ben gewoon niet zo handig met verf, hè. Als ik ga schilderen, dan zit meteen alles onder. En volgens mij zit niet iemand daar echt op te wachten, toch? Oh, jij wel? Oh, dag Draak. Prinses Assepoester, is er iets? Nou, ik schaam me zo ontzettend. Echt? Ja, ik was hier net bij Ko en hij is dus jarig. Ja? Ik wist dat niet, jullie wel? Nou, ik heb hem niet gefeliciteerd. Oh. Dus ik dacht, ik kom het goed maken. Ja. Ik kom zijn paddenstoel... afstoffen. Hier. Wacht, ik help u wel even. Okay. Ik brand wel even alle oude spinnenwebben weg. Ja, nee. Wij hoeven hier geen zwarte paddenstoel, dank u wel, hè. Oké, dan niet. Dank je. Er is zoveel te doen en ik doe het graag. Da 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 da
Ja, schoon. Nu al. Jammer. Ja, ik hou zo van poetsen. Oh, dan ga ik goed op. Dat kan me niet lang genoeg duren. Lang. Wacht eens even. Lieve eerste rij, aan deze kant. Doe even de armpjes in de lucht, zo hoog als je kan. Ja? Dan is het tijd voor schone axels, hè? Oh, heerlijk. Ja, help een keer. Oh, oh, kijk nou, twee axels, hè? Wat is er dan? Oh, axel. Wat doe je? Poetsen. Leuk. Ja. Ja. Oh, is dat verf? Ja, dat is verf, ja. Volg het naambordje van Kool. Naam? Oh! Ja. Jeetje, dat ziet er niet uit, zeg. Is bijna niet meer te lezen. Nee! Zeg, krijgt het een nieuw kleertje dus? Absoluut. Welke? RAL 9010. Hè? Dat is gebroken wit. Oh. Dat wist ik. Wist je dat? Ja, zeker. Wat goed. Je verf wat met je krassen. Poets, poets, poets. Je poets als assen poetsen. Poets, poets, poets. Door alles te vervangen en door slingers op te hangen. Vieren wij vanavond samen in groot wit. Zing je niet mee? La, 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 la. Je mag ook klappen. La, 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 la. Ik ga schilderen. La, 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 la. Zo goed wat je wil bouwen af vandaag. Wat is dat nou? Zit er iemand op mijn dak? Is dat die vervelende kraai weer? Wat doen we nu? Doe die kraai. Oh ja. Kra. Kra, kra. Kra, 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 kra. Wat is er? Wat doe jij? Oh, ik doe de kraai. De kraai. Kra. Kra. Oh. Oh, volgens mij is het de tamme kraai. Nee, dan kan ik nog wel weer een uurtje. Jeetje, dat scheelt niet veel, zeg. Oh. Kantje boord, ik ga de limonade halen voor het feestje begint. Tot oh. Strakjes. Oh, dag, prinses Assepoester. Oh. Zeg allemaal even dag tegen prinses Assepoester. Dag. Oh. Nou, ziet mijn naambordje er niet geweldig uit? Er zijn er maar drie enthousiast. Ziet het er niet geweldig uit? Oh, krijgt ze, oh, dank u. Krijg twee applausjes. Is het ook een beetje te lezen, mevrouw? Ja, wat staat er? Kool. Kool? Hartstikke goed. Heer, wat is dit? Dank u. Rood kapje. La 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 la. U mag meeklappen en meezingen. De tekst is la. Daar komt ie. Applaus. Dank je. Oh. Oh, mij lukt het wel. Ach, ach, kijk nou. De paddenstoel ziet er geweldig uit, hè? Oh. Ja, en toch heb ik het idee dat we nog iets missen aan het verrassingsfeest van Kool. Wat missen we nou nog? Slingers. Oh. Oh, sorry. Oh, nou ja, slingers. Slingers. Oh, wat een goed idee. Ja. Oh, nou, ik hang ze in het midden van de paddenstoel. Maar nee, nee, ik was hun vangen. Ja, doe jij dan de zijkanten even? Oké. Okay. Op muziek? Graag. Hartstikke heet leuk. Dit. En klapt u en zingt u weer mee? La 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 la. Ik haal de rest even. La 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 la. Goed, komt-ie. 1, 2, 3.
is er nou weer allemaal aan de hand? Eerst die kraai en dan die specht en dan de verrassing en dan is het weer... Och, kijk nou! Kijk nou! Bloemetjes voor mijn raam! Bloemetjes, ruik maar even! Oh, lekker zeg! Wat ruik je? Geranium! Bloemetjes! Oh ja! Van rood kampje! Oh, echt? Ja! Wat maar lief. Kom je even, is meer nog? Kom je even naar buiten? Kom is er maar. Nog meer? Oh, kom maar aan! Oh, wacht even hoor! Even... Oh! Kabouterslingers! Laaghangend! Ja, kabouters gaan er altijd onderdoor! Oké! Ik ga er altijd onderdoor! Dat doen kaboutertjes! Ja, ik ga al! Een je wordt bedankt! Een kabouter doet dat! Met liefde! Hij heeft een zwakke rug, je mag even applaus geven! Dank u wel! Hoe oud was je geworden, Kou? Jij ook bedankt. Graag gedaan. Kijk, och, kijk nou mijn luikje aan het recht. Ja, kan je draak voor bedanken. Echt? Ja. Och, en mijn naambord is ook weer te lezen. Kan je de een lang nek voor bedanken. Oh, en alle oude spinnenwebben zijn ook nog weg. Assenpoester. Oh, dan heb ik dus toch vrienden. Ja, want je dacht toch zeker niet dat we je verjaardag zouden vergeten? Nou, ik stond wel op een punt. Nee, dan natuurlijk niet. Toch? Hier bij de piep. Oh, en zo enthousiast ook. Ja, zo, dat scheelt niet veel. Nee, hè? Oh, wat mooi. Ja, er is ook nog strakjes een... Deze. Dansje? Een feestje. Een feestje? Ja. Oh, ik kan haast niet wachten. Nee, en er komen ook heel veel mensen. Echt? En ballonnen en taart, limonade. En er zijn ook... Slingers! Oh, slingers! Oh, ik kan echt niet wachten! Ik kan niet zo helemaal te trappelen! Ik ook! Ah, en meneer met de kamer ook staat helemaal te trappelen, hè? Nou, dat zie ik nog niet. In dit trappeltje? Oké, dit is dit trappeltje! Oh, maar als we allemaal zo staan te trappelen, kunnen we misschien best alvast nu een feestje vieren. Oh, dat vind ik een supergoed idee! Ik zit er vol van, dank je. Oh, komen jullie naar voren dan? Kom maar naar mijn kinderen, dan doen we nog een sprookjesboom. Ja, doe maar handjes in de lucht, wat doe jij? Naar wie trappen, maar we zwaaien. Er was eens een sprookjesboom, een hele grote sprookjesboom. Er was eens een sprookjesboom, in het sprookjesbos. Oh ja, kunnen jullie ook meezingen? Ja. Ja, de tekst is sprookjesboom. Ja, dat was. Komt-ie. Grote sprookjesboom, en er was eens een sprookjesboom. Rustig aan, Koning, ja. Ja, er was eens een hele grote. Er was eens een in het sprookjesboom. En dan mag je even opdraaien, de grote mensen maken de buiging, dan krijg je heel hard. Applaus! En zo kwam alles weer goed in het sprookjesbos. Dat doet me denken aan Reus. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.